massaprotesten vandaag de dag, hè, zijn te volgen. Je zult dat ook wel volgen. Het gaat over discriminatie. Ja. De gekleurde medemens, zeg maar, voelt zich gediscrimineerd. We hebben de beelden gezien vanuit Amerika. Politie en de gekleurde inwoner in Amerika. Maar we zijn benieuwd hoe het in Nederland gaat met gekleurde inwoners en Nederlanders. Ik praat daarover met Ferry Harlingen. Ja. Ferry, je bent een van de eerste, zeg maar, gekleurde inwoners, dacht ik, in Depensvaart-Gattenberg. Zou dat kunnen? In het begin zag je hier niet veel net. Nee, wat? Precies. Het viel op toen. Ja, zeg maar. Een beetje op, ja. Wat mij interesseert is discriminatie. Heb je dat zelf ervaren in de loop der jaren? En zo ja, is het toegenomen of is het minder geworden? Hoe ervaar je dat zelf? Nou ja, kijk, ik moet luisteren. Ik heb er nooit problemen mee gehad eigenlijk. Oké, dus zeg je nu eigenlijk, ik heb me nooit gediscrimineerd gevoeld of mensen hebben mij niet direct, indirect gediscrimineerd? Nee, want ik heb toch ik kom uit Den Haag en ik heb drie verschillende scholen gezeten met mijn broers, maar ik heb nooit problemen gehad. Nee, dus als kind. En de kleuterschool was bij ons in de straat en was ik ook de enige donkere. Dus je komt oorspronkelijk, je hebt een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder, hè? Ja. Dus, maar geen negatieve ervaringen. En later, als jongvolwassene en nu als oudervolwassene, zeg maar. Nee, ook niet zo. Er waait daar een deur dicht, maar dat is niet nee. Ook niet. Nee. Nou, dat is fijn om te horen. Maar laat ik zo zeggen. Ik heb me nooit minder gevoeld dan een ander. Ja, maar ja, oké, dat begrijp ik. Maar dat neemt niet weg. Dat hoor je wel eens, dat er sprake is van onbewust racisme, dat door grapjes wel eens opmerkingen worden gemaakt over gekleurde mensen. Dus dat soort zaken herken je dus niet, begrijp ik? Nee. Oké, en hoe kijk je nu zelf tegen de actualiteit aan? Ja, nu, ja. Ik denk dat het komt omdat de loop der jaren heel veel invloed aan het buitenland is gekomen. En ik ben eigenlijk opgegroeid met Sinterklaas en Zwarte Piet. Ja. En die heb ik op de kleuterschool heb gezeten, was ik ook de enige donkere, maar vroeger werd er nooit over gesproken, over zwart of wit. Oké, dus het is iets van het is echt van de laatste jaren, dat is, je komt door de grenzen open gaan en veel buitenlanders, ja, en die maken dan een opmerking. Oké, dus dat is jouw ervaring. Nou, bedankt voor je reactie. Ja. Hallo Yvette, je woont al een tijdje in Depensvaart, hè? Ja. Hoe is het verder? Best wel leuk. Ja. Ja. Je bent al een beetje gewend, maar ik spreek je over het punt discriminatie. Hè. Dat is op dit moment vrij actueel. Ik was even benieuwd of je daar ervaring positief, of positief zal het wel niet zijn, eventuele ervaringen mee hebt met je gediscrimineerd voelen. Zeg maar op school. Want ik ben verhuisd van Zwolle. Ja. En daar is zeg maar meer diversiteit van verschillende kleuren en gewoon heel verschillend daar. En daar heb ik het nog nooit meegemaakt. Mm-hmm. Maar hier is het zeg maar nog zeg maar meer, zou ik zeggen, gewoon blank. Ja, dan, behoorlijk wit, zeg maar. Ja, behoorlijk wit. En waar ik op school zit is ook zeg maar van de drie mensen ik zeg maar gekleurd. Ja. En dus ik kreeg daar heel veel negatieve negatieve reacties op, ja. Je werd gepest omwille van je... Nou, niet echt. Ik zou niet pesten noemen, maar het is zeg maar, mensen denken dat ze grappig zijn. Ja. En dingen gaan zeggen wat ze eigenlijk niet horen te zeggen. Ja, wil je daar een voorbeeld van geven? Nou... Wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Of ze dan mij zeg maar Zwarte Piet gaan noemen. Ja. En of ze mij de hele tijd neger gaan noemen, gewoon om grappig aan te hangen, maar dat is helemaal niet grappig. Nee, het is ongewild discrimineren of is het bewust? Wat denk je zelf daarover dan? Ja, het is gewoon een grapje, maar het komt wel, jij ervaart toch een bepaalde pijn, zeg maar. Ja. Ja. En uit je dat dan naar hun toe? Praat je daarover? Naar zeg maar de mensen? Ja, naar degene die het zeggen. Nee, ik laat het dan gewoon zeg maar zitten, want ik wil niet
tonen dat ik heel erg agressief kan worden. Of, ja. Of ja, dat. Maar jij mag toch wel zeggen dat het je pijn doet, toch? Ja, heb ik wel gedaan, maar het werkt niet echt. Het werkt niet echt. Het is niet dat als je dat zegt binnen één dag is het voorbij, want het gaat altijd door. Maar dus je ziet die beelden op televisie van die mensen die op straat komen om te protesteren. Wat vind je daar zelf van? Ik vind het juist goed, want als je kijkt in de wereld en als je kijkt naar Amerika, wat daar allemaal gebeurt. Ja, ja. Dan zit je gewoon te denken, wij zijn ook gewoon mensen. Ja, ja, precies. Wij hebben mensenrechten. Ja. En het is heel naar dat gewoon mensen met huidskleur zo gediscrimineerd worden. Ja. Of gewoon doodgemaakt kunnen worden door politie en daar niks van kunnen zeggen. Ja, etnisch profileren en al dat soort dingen. Ja. En geweld die gebruikt wordt. Gelukkig is dat in Nederland dus niet het geval. Maar toch niet dat in die zin dat we ermee bekend zijn. Ja, het gebeurt overal. Discriminatie gebeurt overal. Ja. Dus het is gewoon dat als iedereen samenwerkt en gewoon samen opkomt voor elkaar, dan uiteindelijk, ik hoop wel dat het dan gewoon helpt. Ja, je wil je wel inzetten om de bewustwording daarover groter te maken. Ja. Nou ja, het feit dat je nu meewerkt aan deze opname is daar een bewijs van. Oké, nou bedankt. Wil je nog iets aan toevoegen? Of heb je het idee dat je alles hebt gezegd wat je wilde zeggen daarover? Nou, oké, bedankt. En tot later. Ik praat even met Selma over discriminatie. Premier Rutte zei, discriminatie in Nederland is een serieus probleem. Herken je dat in wat hij daarover zegt? Ja, ik ken mezelf in. En meneer Rutte heeft gelijk in wat hij zegt over een serieus probleem. En hoe heb je dat zelf al ervaren aan de lijve? Soms indirect en meestal direct is er niet discriminatie. Je kijkt indirect door middel van krapjes, maar soms als het lang duurt, is het niet meer krapjes. Nee. Is er echte discriminatie. Ja. En dan je moet een stop tegen aangeven. Dus je hebt alle sympathie voor de acties die op dit moment lopen en georganiseerd worden. Dat mensen een duidelijk signaal afgeven dat het anders moet, dat het moet stoppen. Ja, ik heb sympathie, zou ik zeggen, voor de rechtvaardige demonstratie. Ja. Niet de demonstratie die kan een bezitter van andere mensen vernietigen. Precies. Een duidelijk signaal geven van. Ja. Respect voor demonstratie zonder geweld. Zonder geweld. Dat is het. Laat de mensen weten: hé, hier zijn wij. En we vinden genoeg, geduurd, is nu tijd voor verandering. En wat moet er precies veranderen? Kun je dat aangeven? Door middel van praten met de mensen. Leren mensen kennen. Ja. Ja. Maar ik heb ooit gehoord van iemand, een tijdje terug, die zei, ik ben een eerlijk mens geweest. Mm-hmm. Ja? Maar ik kom in de gevangenis om crimineel te worden zijn. Oh. Ja, ik was geen crimineel, maar omdat ik nu in de gevangenis ben, ik leerde criminaliteit hier. Ja. Ja. Zo wat geweld mensen zijn niet geboren. Mm-hmm. Mensen was gedreven om door de omstandigheden, zeg maar. Ja, omstandigheden om geweld te gebruiken. Begrijpelijk, maar je woont hier al een aantal jaren hier in de gemeente Hardenberg-Dedemsvaart. Merk je hier iets van discriminatie, eventueel boven tafel of onder tafel, zoals je dat net noemde, dat ook wel eens voorkomt? Ja, ik woon hier nu in 30 jaar in Dedemsvaart, de gemeente Hardenberg. Ja. Ik vind het een fijne plek. Nou. Ja? Mm-hmm. Ik vind het een fijne plek en ik heb nooit wat met de gemeente, maar wat de meekmaak van discriminatie is mensen die heel weinig weten over andere cultuur. Ja, ja, ja. En ook de angst van andere cultuur. Daar moeten de mensen leren kennen, andere cultuur leren kennen en dat zou op andere manier benaderen. Mensen praten over Zwarte Piet. Zwarte Piet, hoe voelt het discrimineren om dat wordt neergezet als knek voor de witte man. Ja, ja. Dat moet niet zo. Nou, dat kan je onderbrengen. Je kan zeggen,
Witte Piet bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus het kan anders. Andere kleur, ja, interessant om even ook jouw visie te horen. Want als witte man of vrouw kijken we daar soms helemaal anders tegenaan. Bijvoorbeeld, mijn kinderen zitten op school een tijdje terug. En een van de kleine leerlingen komt naar mijn vrouw toe en zegt: is jouw zoon, de poef van jouw zoon, ook bruin, net als het bruin is? En dit is onwetendheid van kind. Mm-hmm. De ouders moeten zeggen: hé, dat kan niet. Moet je anders. Precies, het is ook een deel van de opvoeding, zeg je, van ouders naar kinderen om met het multiculturele samenleving. Ja, dan moeten mensen leren omgaan. Het verhaal is duidelijk. Ik dank je wel voor het mij te woord te staan. Hi Mike, ook aan jou de vraag: racisme, discriminatie. Je weet, premier Rutte heeft dat aangegeven dat in Nederland toch een serieus probleem is. Hoe sta je daar zelf in? Wat vind je daarvan? Dat klopt, ja. Ja, ik merk het wel. Als ik hier de nieuws bekijk en een beetje de nieuws volg, dan hoor ik dat heel veel. Oké, en nu heb je het over een ander en jij bent zelf oorspronkelijk? Ja, ik ben hier in Nederland geboren. Ja. Mijn ouders komen uit Suriname. Ja. Maar zelf merk ik ook dat er hier gediscrimineerd wordt. Oh ja? Ja, voornamelijk op de werkvloer. Oké. Ja. En daar heb je al zelf iets dat is, aan de lijf ondervonden. Dat is iets wat ik zelf heb meegemaakt. Ja, 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 absoluut. Zijn jullie daar dan uitgekomen? Niet echt naar jou eigenlijk. Niet echt. Ja, nee, niet echt eigenlijk. Nee. Dat zijn vervelende situaties. Dat klopt. Ja. Dus, ja, je doet er niks aan eigenlijk. Je moet ermee leren leven. Ik ben na al die jaren hier eigenlijk een beetje gewend geraakt, zeg maar. En ik moet het accepteren eigenlijk.